Wij houden je op de hoogte. Papendrecht Actueel. Er is vanavond in het sportcentrum hier in Papendrecht een voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners van de wijk Het Zand. Die mooie vooroorlogse wijk die Papendrecht al had voordat de echte uitbreiding van Papendrecht plaatsvond. Wat is er aan de hand? Het woonkrachtteam heeft de bewoners laten weten dat een geplande renovatie gedeeltelijk niet kan doorgaan. En gedeeltelijk wordt vervangen door afbraak, sloop van de huizen. En daar zijn heel veel bewoners het niet mee eens. En de VVD Papendrecht was van plan bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Maar op verzoek van enkele aanwezigen moesten wij de vergadering verlaten. En daarom staan wij nu voor de deur van het sportcentrum te wachten tot de deelnemers aan de vergadering naar buiten komen. De informatieavond over de plannen met Het Zand is afgelopen. Ik sta hier met twee mensen die A. op Het Zand wonen en B. de avond hebben bijgewoond. Wat was uw ervaring tijdens deze avond? Ja, best wel positief. Er werd veel informatie gegeven, geen duidelijke antwoorden, maar die had ik ook niet verwacht, omdat je in de beginfase zit. Echt duidelijk zijn ze niet. De vragen die wij stelden, inzagen in de rapporten, wilden ze liever nog niet doen, omdat er nog nadere onderzoeken komen. En ze hebben wel toegezegd dat als rond oktober, november, als die nadere onderzoeken afgerond zijn, dat we wel inzage krijgen in de testen, in de testresultaten. Heel belangrijk, denk ik, bij dit soort avonden voor de betrokken mensen is, voel je je serieus genomen? Was dat zo? Ja, dat wel. Ja. Ik kreeg de indruk van sommige andere mensen die naar buiten kwamen dat ze dat gevoel niet hadden. Misschien dat zij wat vroeger naar buiten zijn gegaan en het was best wel rommelig, maar dat was te verwachten. Er werden ook vragen gesteld die nog niet aan de orde zijn. En ja, mensen willen duidelijkheid. Je zit met een stuk emotie. Ja, ik ook. Ik ook. Ik zit ook met emotie. En ja, dan wil je duidelijke antwoorden. En je wil weten waar je aan toe bent. En dat kan in deze fase nog niet. En ja. Dat wil ik ook graag weten. Maar ik ging al met het idee hier naartoe dat ik die antwoorden nog niet zou krijgen. Hoe lang woont u al op Het Zand? 22 jaar. Sinds 2002. Met andere woorden, u bent niet van vandaag of gisteren? Nee. Is het een buurt met een sterke binding onderling van de bewoners? Wij met ons blokje van drie wel, maar wij zitten aan de buitenrand. Dus wij hebben eigenlijk weinig met de bewoners binnen in Het Zand te maken. Die saamhorigheid van vroeger van Het Zand, die is er niet meer. Nee. Zit er in een van de huizen die op de nominatie staat voor renovatie? Of een van de huizen die misschien... Ja, ja. Dat is nog niet zeker, hè? Nee, het is nog niet zeker, maar ja, dat is wel de brief die we kregen. Waar we dus de slag met de mokerhamer in ons gezicht kregen. Want op het moment dat u die brief kreeg, en dat was vorige week... Ja, 1 juli ging de huursverhoging in en 2 juli lag de brief op de brievenbus. En op zo'n moment ben je niet blij, denk ik? Nee. 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 Dan druk dan ons kan je het liefste potje janken. Ja, ja. Maar daar bent u wel weer een beetje overheen. Stel dat de sloop doorgaat. Ja. Wat zou u... Dan moet u eruit. Ik bedoel, ja. Dat ligt voor de hand. Bent u van plan ooit nog terug te keren dan? Want er moet iets anders gebouwd worden. Wat dan ook. Daar kregen we geen antwoord op of wij daar dan de eerste keuze in zouden hebben om terug te mogen keren. Ja. Daar hielden ze dus duidelijk een slag om de arm en kregen we geen duidelijk antwoord op. En ik denk, gezien onze leeftijd, als wij moeten gaan verhuizen, dat ik niet meer terug heb. Wat zijn de vervolgstappen? Heeft men u daar over iets over verteld? Hoe gaat het proces nu verder na deze avond? Ze hebben een planning, een voorlopige planning, terecht, want daar kunnen ze geen definitieve planning nog geven. Ze gaan nu verdere onderzoeken doen en we verwachten eind oktober, november uitslag van deze onderzoeken. En dan mogen we, als het goed is, de rapporten inzien. En in november is definitief aan ze gedoe. Ja, dan komt daarna, nadat wij dat mogen zien, komt de besluitvorming. En ja, dan weten we waar we aan toe zijn. En de beslissing wordt genomen door? In september gaan ze een bewonersraad ook oprichten. In combinatie met, hoe heet dat, van de gemeente waar Theo in zit.
Oh, dat was een bewoners... De combiraad. Oh, de combiraad. Ja, ja. In overleg met de combiraad, ja, de woningstichting en dan een vertegenwoordiging van de bewoners. Daar gaat eerst dan het overleg in en dan zien we verder. Dan komt er weer een overleg. In november is het definitief sloop of renovatie. Spannende maanden. Ja, absoluut. Dat kan je wel zeggen. Ja. Nou, we wensen u daar heel veel sterkte mee. We hebben een afspraak gemaakt om te komen kijken in de huizen van wat is er nou eigenlijk toch aan de hand. En dit verhaal wordt vervolgd. Ik moet eerst nog even rugspraak houden. Dus nu nog even niet op camera alsjeblieft. Bij deze. We hebben een infoavond gezien, waar RTV Papendrecht helaas niet aanwezig mocht blijven. Dus gewacht tot we buiten stonden. En de vraag is dus in eerste instantie, hoe is die avond verlopen? Ja, de sfeer, er waren best wat bewoners die we uitgenodigd hadden, die waren ook aanwezig. We hebben de bewoners mee kunnen nemen, hè, daar waar we nu staan in de planvorming. En bewoners hebben vragen kunnen stellen. We waren natuurlijk ook best wel geëmotioneerd, wat onrustig. Want ja, we hebben natuurlijk ook nog geen zekerheid kunnen geven waar het nu naartoe gaat. Maar over het algemeen vond ik het een avond in goede sfeer, waarin we echt goed naar elkaar hebben kunnen luisteren. Waarin wij ook naar de zorgen van bewoners hebben kunnen luisteren. En wij hen ook hebben aangegeven dat we na de zomer, ik kijk even naar jou, september, oktober, ja, precies, een volgende avondwedstrijd gaan hebben. Oké, dan komt de tweede avond dus. Ja. Wat zal het verschil zijn inhoudelijk tussen deze avond en de volgende? Ja. Wat hebben jullie nog extra te bieden aan kennis? Ja. Nou, wat in ieder geval, wat we bij de bewoners ook hebben aangegeven, is dat we echt nog de komende maanden nodig hebben om verdere onderzoeken te doen, om uiteindelijk echt een goed standpunt in te kunnen nemen over het renoveren van de woningen. Dat is waar we nog volle kracht op inzetten en wat we ook echt voor elkaar willen krijgen. Maar dat gaat uiteindelijk ook een traject worden waarin we zeggen van nou ja, we hebben een stukje verdieping nodig op bijvoorbeeld het onderzoek naar de fundering. We hebben een stukje verdieping daarin ook nodig. Hoe zich dat verhoudt tot de maatregelen die we in de woningen willen gaan treffen. Hè? Want het zijn nooit helemaal losse puzzelstukjes. Het is de combinatie die uiteindelijk moet gaan leiden tot een keuze. En die keuze die zullen we met de gemeente moeten nemen, met de bewoners. Hè? En op uw vraag, wat heeft u extra te bieden? Wij gaan ook einde van de zomer gaan we ook communiceren naar de bewoners. Dat we heel graag ook willen gaan werken met bewonersadviesgroepen. En waarin we ook echt zorgen dat de participatie en de gesprekken met de bewoners goed tot stand komen. Wie gaat er uiteindelijk beslissen over de vraag of er wel of niet gesloten wordt? Uiteindelijk hebben we nog geen enkel besluit genomen of het gesloten gaat worden. Sterker nog, dat is ook niet ons streven. Het kan uiteindelijk wel een uitkomst worden. Nou, de vraag was, wie gaat daar dan? Wie gaat er over? Uiteindelijk, de gemeente is de partij die de vergunningen moet afgeven. Ja, want eigenaar van het complex, dat is Woonkracht 10? Ja, ja. Maar de Woonkracht 10 kan niet in zijn eentje beslissen, we doen dit of we doen dat, wat dat ook wordt. Daar hebben ze de gemeente voor nodig in verband met vergunningenbeleid. Ja. Zeg ik dat zo goed? Ja. 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 Stel dat er gesloopt wordt, een aantal woningen. Dan zal er op die lege plek iets anders komen. Is er al over nagedacht wat daar dan voor in de plaats zou moeten komen? Ik vind dat nu ook echt te vroeg. Hè? Bewoners hebben dit soort vragen uiteraard ook gesteld. We vinden het gewoon echt te vroeg om daar nu over te praten. We zijn nog volop aan het onderzoeken om echt voor elkaar te boksen dat die woningen gerenoveerd worden. Dus daar gaan we gewoon nu niet. Want ik kan me voorstellen dat bewoners wel bang zijn. Maar ja, dan moet ik er straks uit. Of het nou gerenoveerd wordt of nieuwbouw. Mm-hmm. Ze moeten er sowieso, al is het maar tijdelijk, uit. Ja, en dan, als mijn woning gesloopt is, wat komt er dan voor de. Kan ik daar überhaupt terug? Wil ik daar wel terug? Kan ik dat wel betalen? Worden het appartementen? Want dat verhaal gaat rond natuurlijk. Dit zijn allemaal zaken die we natuurlijk verder gaan uitwerken om uiteindelijk met alle betrokken partijen een heel verstandig besluit hierin te gaan nemen. En wat er uiteindelijk ook uitkomt is wel dat Woonkracht 10 de bewoners sowieso bij tijds informeert en ook zal begeleiden. Ja, wij hebben bewoners gesproken die
niet zo blij waren met de brief die nu gestuurd was. Mm-hmm. Eén mevrouw zei tegen mij van ja, op 1 juli kregen we de huurverhoging, op 2 juli lag er een brief. Ja. En die was daar, ze heeft niet precies gezegd wat haar reactie was letterlijk, maar ik vermoed dat die niet heel erg vriendelijk was. Toe. Kunt u zich voorstellen dat dat... Die vraag is inderdaad gesteld, ja. Hè? Dat klopt hoor, die vraag is inderdaad gesteld. En wij hebben daarin ook aangegeven dat ik me best kan voorstellen dat dat gevoel er is bij bewoners. Ja. Hè? Overigens zit de huurverhoging, die zeggen we veel eerder aan dan de 1 juli. Maar wij hebben in die zin afgesproken dat we daar wel even mee terug gaan naar de organisatie om daar nog een standpunt op te nemen. Oké. Okay. Ja. Goed, nou bedankt voor deze toelichting. Ja, graag gedaan.